Hallo, ik ben Kokkie Hogeveen van Voetentraining en ik ga je helpen bij het oefenen van je voeten. Elke week krijg je van mij een nieuwe oefening, zodat jij op 23 juni ook echt je schoenen uit kan doen. Oefening 18 alweer. En wat gaan we doen deze week? Het gewricht van de grote teen losser maken. Een goed bewegelijk gewricht van de grote teen heb je nodig voor een goede afwikkeling. Laten we snel beginnen. Het gewricht van de grote teen wordt ook wel de dirigent van het lichaam genoemd. Eigenlijk wordt ermee bedoeld dat het gewricht heel belangrijk is. Klein, maar belangrijk. En bij iedere stap moet dit gewricht voldoende kunnen buigen voor de laatste fase van de afwikkeling. En met deze oefening ga je het buigen in het gewricht oefenen. Ga staan en afhankelijk van de beweging die mogelijk is in het gewricht, kies je een hoogte. Niet zo bewegelijk, dan neem je bijvoorbeeld een boek. En als het wel bewegelijk is, dan kan je bijvoorbeeld een tafelpoot nemen. Nou, buig zover je kan. Hou 7 tellen vast. Neem een kleine pauze en doe het nog een keer. Doe dit 10 keer. Je kan altijd vooraf of na afloop van deze oefening het gewricht masseren. Veel succes met deze oefening. En probeer elke dag iets te doen, hè? Dus of een massage of een oefening. En doe het met liefde.